Goedemorgen, het is echt pas 7:30 en ik ben al wakker. Het is echt een slechte nacht geweest. Het was onweer van hier tot Tokio en op een gegeven moment is Nick naar beneden gegaan. En toen werd ik wakker en toen hoorde ik het echt kletteren. We hadden dus het raam open, dus waarschijnlijk was het helemaal nat beneden. En ja, omdat ik wakker was, zag ik al die flitsen de hele tijd en kon ik niet meer slapen. En ik ben weer gaan hoesten en nou ja, toen werd ik vanochtend, hij is nu net weg, werd ik weer wakker en nu zit ik weer te hoesten. Dus kan ik weer niet slapen. Ik ga er maar gewoon uit. En dan, ja, ik moet om 10:30 op school zijn. Ik heb met Birdie afgesproken en de auto staat nog bij de ijssalon, dus die moet ik nog even ophalen. En ik denk dat ik dan nog eventjes de Dutybox unboxing ga opnemen. Het is wel leuk, want die wil ik altijd zo snel mogelijk online hebben. En dat kan dan nu. En als ik hem dan gelijk eventjes... Gelijk even edit. Dan komt hij vandaag nog online, dus het zou wel chill zijn. Ik ben eigenlijk nog wel moe, maar... Ja, zeg maar je ogen en mijn gedachten werken alle volle toeren nadenken. Want vandaag is de eerste officiële dag dat we keihard aan de slag zouden gaan voor ons afstuderen. Maar ik had gisteren even met Birdie over de app over. En die zei, ja, ik heb een gesprek met mijn moeder gehad. En ja, het komt erop neer dat ze niet zo erg vindt als ik het weer uitstel. Nou, serieus? Haar moeder, als die dat zegt, dat is echt gewoon een vrijbrief om gewoon later af te studeren. Dat was een van de redenen die ons nog op de rails hield. Want ja, bij mij, ik weet wel, ja, misschien zouden mijn ouders wel zeggen van... moet je dat nou wel doen? Maar ze zouden niet het nee erop leggen. En als haar moeder het nee erop legt, dan gebeurt het ook gewoon niet, zeg maar. En nu heeft ze dus gezegd dat ze het niet erg vindt. Dus de kans is heel groot dat we vandaag gewoon de hele dag een beetje gaan zitten suffen en doen. Maar dat zou echt zonde zijn. Maar weet je, ik ben ook afhankelijk van die interviews. Ik heb nu volgens mij naar 7 bloggers gestuurd van mag ik jullie interviewen? En ik heb nog 0 reactie. En als het met 0 reactie blijft... dan ja, ben ik ook nergens, want ik heb echt wel... Weet je, 1 blogger zou wel genoeg zijn, want ik wil ook gewoon een aantal journalisten interviewen. Maar ja, dan moet er wel een blogger reageren, dus ik ben er heel erg afhankelijk van. En dat is gewoon afwachten hoe het gaat. Maar ik ga even lekker een beetje voor mezelf maken en Pep vergezellen, want die begint te mouwen. Nog 1 ding, moet je horen hoe ik inadem. Dat doe ik dus de hele nacht, hè. En dat is zo vervelend. En ik weet gewoon dat ik eventjes naar de dokter moet, maar ik wil het gewoon niet. Ik krijg net een reactie op mijn vlog dat er geen geluid onder staat. Echt super raar. Er staat dus alleen goedemorgen en de rest is weg. Dus het is maar goed als ik zo vroeg wakker ben. Want dan kan ik er gelijk wat aan doen. En ik ben echt heel blij dat iemand al reageert dat het er niet onder staat. Want anders ja, kom ik er ook niet achter, weet je. Ik kijk ze zelf altijd 1 keer terug. Gewoon als ze geëxporteerd zijn. Maar niet als ze eenmaal op YouTube staan. Dus ik ben echt heel dankbaar voor dat diegene gereageerd heeft. En ik ga nu ook even gelijk kijken wie het is. Want dan kan ik die ook gewoon persoonlijk bedanken. En dat is wel zo leuk. Even kijken hoor. Loes Boonzaaier. Loes Boonzaaier, dankjewel dat je gereageerd hebt. En ik ga er nu meteen wat aan doen. En dat weet je niet, maar dat geeft niet. Ik ben hem wel dankbaar. En ik hoop dat er over 5 minuten dan een goede op staat. Ik ga even Two Broke Girls kijken. En het is echt een hele lekkere wegkijkserie. En er zit ook veel humor in. Ik kijk het dus via... ik noem het altijd CU Circa. Maar SU Circa of wat dan ook. En dat is .eu. Daar kun je echt heel veel series terugkijken. En je hebt wel een beetje reclame, maar ach, gewoon negeren en gewoon afspelen mee. Ik ben opgemaakt en ik heb even snel mijn haar gedaan. De Dutybox video is al opgenomen. Ik heb een groen jumpsuit aan. Hij lijkt een beetje op die met die bloemetjes, alleen nu is die dan helemaal groen. En de Dutybox viel een beetje tegen, moet ik zeggen. Er zaten eigenlijk maar 2 producten in die ik echt leuk... Nee, 1 die ik echt leuk vond. En eentje waarvan ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd of het werkt. Ben je benieuwd, kun je natuurlijk even het filmpje kijken dat afgelopen maandag online is gekomen. Maar ja, over het algemeen zijn het meer make-up producten. En dit waren eigenlijk... Nee, het was geen 1 make-up product. Echt geen 1, gewoon. En nou ja, ik ben nou eenmaal een make-up liefhebber. Maar ik blijf gewoon enthousiast over de Dutybox. Ik blijf het een heel leuk initiatief vinden. En ik ben elke maand super nieuwsgierig wat er altijd in zit.
ik ben er klaar voor en ik ga nu even naar de auto lopen. Mijn broer heeft op vakantie, toen ik op vakantie was, de auto geleend. Maar die staat dus nog steeds bij de Uitsalon. En dus die ga ik even ophalen en dan ga ik met de auto naar Ede. Het is alleen één soort van punt. Ik heb dus geen idee hoeveel benzine er nog in zit. En misschien zit er heel veel in. En dat zou in dit geval best wel fijn zijn. Maar dan moet ik wel even mijn broer nog wat geld geven. Maar het zou ook kunnen dat hij bijna leeg is. En dan hoop ik dat ik nog in Ede kom. Want ik heb echt geen geld om te tanken. Echt 0,0. Echt sowieso. Oh, dit zijn die momenten dat ik denk, oh Sophie, als je nou net even iets beter had nagedacht. Net even iets beter alles gepland had. Dan was je nu niet zo krap. Zat je nu niet zo krap. Want ik weet gewoon dat... Ja, het lukt nu precies, zeg maar. Of eigenlijk, nou, ik heb dus 18 euro om deze week rond te komen. En waarschijnlijk komt volgende week maandag komt het loon. Maar ja, 18 euro is natuurlijk super weinig. Ik kan niks doen naast de hoognodige boodschappen. En ik kan dus ook niet tanken. Dus ik hoop echt dat er nog wat benzine in zit. Kijk nou, hij is gewoon echt helemaal vol. Ik bedoel, ik heb hem nog nooit vol gegooid. Echt nog nooit. Dit moet heel fijn zijn voor die auto. Dat betekent wel dat ik eventjes mijn broer moet appen om te vragen van, nou, hoe zit het met die auto? Wil je hem kopen? Wil je dat ik het geld van de tank naar je overmaak? Wil je hem zelf leegrijden? Wat is je idee daarbij? Want het is allemaal familie en onderling auto verkopen. Lastig. Heel lastig. Maar ja, maakt niet uit. We gaan het allemaal wel regelen en het komt al goed. Lunchpauze. Want we hebben al zo hard gewerkt. Sexy. En we gaan weer aan de slag. Zo zitten we dan in een hokje. Ik ga nu even mijn plan aanpassen. En die ga ik dan opnieuw sturen naar mijn eerste beoordelaar. Die moet dan zeg maar dat plan goedkeuren. Het slaat nergens op, want ik ben al lang bezig met dat plan. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ga het doen, omdat het moet. En daarna ga ik verder met mijn hoofdstuk 2. En ik ga weer naar huis. De ochtend was moeizaam. Maar Bertie en ik hadden elkaar natuurlijk ook echt al... Ja, we hebben elkaar wel gesproken via WhatsApp. En weet je, we zien elkaar altijd wel. En wat wij dus vaak ook doen is gewoon via WhatsApp hele gesprekken voeren met die microfoon. Maar ja, zij was op vakantie, ik was op vakantie. Dus we hebben elkaar toch denk ik een maand niet echt veel gesproken. En ja, dus de eerste paar uur was echt bijkletsen. En toen zei ze van, oh, ga naar McDonald's. En toen dacht ik, oh, ik heb geen geld voor de McDonald's. Maar ik wil wel heel graag naar de McDonald's. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik vraag gewoon even aan Nick of ik wat geld mag lenen. Dan kan ik zo meteen gewoon even relaxed boodschappen doen. Hoef ik me geen zorgen te maken. En dan betaal ik dat wel weer terug. Dat is ook niet zo'n probleem. Ik weet niet waarom ik me altijd een soort van opgelaten voel om dat te vragen. Want ik wil gewoon niet... Ja, ik voel me schuldig. Dan denkt hij gelijk dat ik niet met geld om kan gaan. Wat basically ook wel een beetje zo is. Maar ik wil niet dat hij dat denkt. Dat is het ergste. Ik weet dat het zo is, maar ik wil niet dat hij denkt. Dus ik ga nu... Het is echt te laat, want ik heb de middag echt super goed gedaan. Ik heb even veel van mijn boek gelezen. Een aantal dingen opgeschreven. Belangrijke mailtjes gestuurd. Dus ik ga dan... ja, het is nu 4:30, dus het is al best wel laat. Ik ga boodschappen doen. En dan de hoognodige dingen halen. En vanavond begint Holland's Next Topmodel weer. Yes! Oh, dat was echt het geluksmomentje van de dag dat Birdie dat vertelde. Maar ook gewoon dat ik dat niet wist. Ik bedoel, als we tv kijken, kijken we toch vaak RTL. Ik ja, vind het gewoon de leukste programma's. Maar ik heb echt nog nooit een reclame ervan gezien of zo. Maar ik ben super blij dat het weer begint. En donderdag begint Expeditie Robinson weer. Dus beginnen echt alle leuke programma's weer. Het is heerlijk. Het is echt weer een nieuw jaar. En het heeft toch ook zijn voordelen blijkt. Ik zeg nieuw jaar, maar ik bedoel natuurlijk gewoon nieuw seizoen. Het is ook een nieuw schooljaar, maar ja, jullie snappen wel wat ik bedoel, toch? Toetsen als net. En Colgate, je lach is je beste accessoire. Dit is het 10e seizoen van Holland's Next Topmodel. Zo, ik ga me even lekker douchen en dan ga ik slapen. Bedankt voor het kijken, welterusten. Goedemorgen. Ik zit op de bank en het is 9 uur en ik ben er al uit. Want Nick ging naar de basis, heb ik gisteren verteld. De zwager zit in de luchtmacht. En...